Hey mensen, ik ben dood. Oké, wacht, ik doe wel intro. Yo mensen, Spiro, ik vandaag ben ik hier met mijn dode maatje en dat is... Daddy! Yay, en mijn levende maatje en dat is... Ik niet meer. Huh? Suicide? Toef. Wat? Lol, nee geitje, hij heeft niet gesuicide, relax. Oké, hak jij het weg, want ik durf nou niet langs je te lopen om te hakken, want daar sla ik je ook dood. Hey, super chill dat jij, hij is onze wandelende Wikipedia. Heb jij een oak sapling? Pas op, ik loop langs je. Mijn kinderen uit Birchwood apples handen. Nee, dat zei je net, dat werkt dus niet. Ook. Enkel ook of hè? Ja. Oké, ik stel voor dat we gaan move naar een plek waar er wel. Nee, eikenbomen. Ze zijn die wit, is dat spruce? Nee, wit is birch. Wit is spruce. Dus, Ja, maar een eikenboom is dat birch. Nee, eikenboom is. Is de bruin, deze ook. Wat? En een sparreboom is... Spruce. Birch. Nee, spruce, ja. Wij hebben zo'n wiethout en noemt birchwood. Ja, we hebben dus een verkeerde biome. We hebben helemaal geen goede voor... Nu snap ik eindelijk waarom we geen appels hebben. Een leuk feitje. Ja? Over appels. Het doden van Notch in multiplayer zal een rode appel geven in de inventaris. Echt waar? Dus waarom is Notch hier niet? Ja of niet? Ja. Notch, kom hierheen! Oké, dus gaan we gewoon alle kippen killen en alles inpakken en doorgaan? Nou, ik durf niet door te gaan. Nee, ja. Beter hak je nog even alles, probeer gewoon even te doen. Nee, maar... Dus durf jij buiten te kijken of er heel snel ergens misschien in de buurt één boompje is die goed is? Nee, er zijn er geen. Ik heb al genoeg gezien. 100% zeker. Even kijken, misschien is er een dynamap van. Nee. Oké, dat is... Nee, dat is echt... Dit is een birchboom, dit zijn enkel birchbomen. Dan moet je echt gewoon moven, dan zijn we gefuckt. Ja, ik durf niet te moven. Sowieso nu niet, want nu begint het nacht te worden. Ja, zo nu gewoon al inpakken en dan kunnen we bij dag moven. Oké, wat staat hier? Dit is... Gewoon al belangrijk je meepakken. Bad cave, ga weg. Display, wow. Sword. Flint, gunpowder. Eet, wacht, heb je zand ergens? Wat zei je? Heb je zand in je inventory? Wat zei je? Zand. Hier zand? Nee. Kunnen we TNT maken? Zo handig. Waarvoor? Wat? Waarvoor? Oh shit, op te blazen. Je hebt dadelijk gaan dood van een explosie. Zal ik even kijken? Hoe ik een regen potion, wat je er allemaal voor hebt. Ja, maar daar moet je voor in de nether gaan, dus dat gaan we niet doen. Je hebt sowieso een brewing stand nodig. Brewing stand of niet? Ja, daar hebben dingen voor nodig. Daar hebben een blaze. Ja, dan moet je nether in gaan en die beesten die vallen aan. En met mijn halve hartje gaat hem niet worden. En met dingen zijn anderhalve hartje gaat hem ook niet worden. Nou, doe dan gewoon suicide. Hoezo? Nee, kom gewoon helemaal naar het midden toe. Ja? Want daar zijn oaks. En ga daar verder met je beest. Geen hond die naar het midden toe gaat. Ja. Hey, dat is op zich best wel een goed idee. Kijk gewoon allemaal shit mee hier. Voilà. Nee, vooral de goud mee. Goud. Dut, zoals als je iemand ziet dat je omhoog kan stapelen in één keer heel snel. Ja. En neem je balk met pijlen mee en kill alle kippen. Ja, ik ga alle kippen killen. Ja, nu. Is goed. En maak van al het iron wat je nog hebt, allemaal. Ja. Mhm. Plus een visengel. Dus, ja, maar we hebben al visengel. Ja, ik heb een visengel. Heb jij het iron? Ik heb het echt iron dat we hebben. Oké. Ik heb er nog in gooien. Wil je dan iets voor mij maken? Want je hebt ook al een broek. Ja. Maar kun je even voorlezen wat er op mijn graf staat? Want jullie nemen mij natuurlijk niet mee. Oké, nou staat. Hier ligt Danny. Echt een scrub. Come back. Nice, hey, dankjewel. Zijn de kippen al dood? Ja. Braad 7. Er zijn 7 teams. Als ik even ga uitrekenen, 1, 2, 3, 4, nee, 6 teams. 800, nee, dat is 1600 keer 1600, hè? Ja, voor mij wel. Ga ik even uitrekenen hoeveel er 16. Keer 1600
Oh godverdomme, doe dat niet meer. Dus. Wat schrok je ervan? Ja, ik dacht dat onze vorder was. Oh lol, sorry. Zou ik die weer doen? Ik dacht van, je hebt een dol. Op elke 900, nee, 9600, nee dat kan niet. Huh? 1600. Op het midden. Je moet gewoon verwachten dat je per 200 blokjes iemand tegen kan komen. Want dat was eerst de bedoeling voor 8 mensen. Of 8 teams. Dus ik weet niet of er 8 teams. Ja, dus dan moet je zeggen 300. 320 ongeveer. Ja, maar ik denk dat ze hebben gewoon nog steeds diezelfde vakjes gedaan, hè? Dus het is soms 400 blokjes ertussen, soms 200 ertussen. Ze hebben niet. Is het dezelfde map als vorige keer? Nee, maar het is. Ze hadden eerst voor 8 teams gerekend en dan heb je dus een vakje van 200 bij 200 per team. Ja. Ja, hoeveel euro zit je nog? 19, hoeveel heb jij er? 39. Jo, is goed. We hebben net wat bijgemaakt. Ja, chill. Hier zijn er 15 bij. Dankjewel. Beter gaan jullie over de bomen heen lopen. Want? Ja, als het donker is, graaf je alsjeblieft in. Ja, tunnelen, sowieso. Dat heb ik al dat had ik bij de vorige. Toen dacht ik, oh, ik loop wel eventjes. Niet slim, want toen ging het dus bijna allemaal helft eraf. Eén keer een mini-zombie. Dus we gaan tunnelen. Ik zou zeggen... Ik denk dat we gewoon deze, als het licht wordt, vanaf dat het licht wordt... Hier, als we via de kippengrot hier gaan tunnelen. Ietsjes lager. Nee, tunnelen zou ik niet doen. Tunnelen zou ik niet doen. Want dan weet je niet wanneer je een andere biome zet voor goede bomen. Ja, we gaan toch... Als we naar 0-0 gaan, dan komen we wel een goede biome uit. Ja, maar dat is veel te ver. Moet je gewoon... naar die kant oplopen en dan oh shit ja oppassen hier ik kom zo weer yo moet ik jullie mentaal ondersteunen yes voor een aflevering richting spawn that's all oh voor een aflevering moet wel richting spawn dan gaan we tunnelen ik zou echt niet tunnelen dat jawel kijk weet je wat eerst voor de aflevering moet je richting spawn gaan ja als je dan tunnelt dan ga je richting spawn. Maar je gaat heel langzaam richting spawn. En in de tijd dat je dat doet, komen de andere teams elkaar tegen. Gaan die al dood, komen wij al hoger op de ranking. Ja. Met een beetje geluk worden een paar mensen van team rood vermoord. Weinig kans. Nou, team blauw zit er het ook nog best wel goed voor. Dus team blauw en team rood elkaar tegenkomen. En teams elkaar helemaal uitmoorden dat er nog één iemand van die twee over is, dan hebben wij op zich nog best wel kans. Of in ieder geval kans, als we dan nog een ding tegenkomen, hebben wij nog wel zo'n kans, heb ik het gevoel. Wat jij allemaal in je inventory zitten? Ik heb die 6 stone pickaxes, waarvan er 2 bijna kapot. Ja, stone pickaxes zijn niet zo belangrijk. Ik heb cooked chicken eentje, ik heb een stack en 55 cobblestone. 34 arrows, 2 bogen, 1 torch, een iron sword en een iron axe. En ik heb nou meer gegeten, dankjewel. En meer. Gewoon mijn shit verdelen. Kijk nu de helft van die kool. Ik heb weer heel random lag, dat vind ik echt heel jammer. En de kool, ja. Hebben we nog meer spullen die we moeten meenemen? Lapis, zodat we de schrapen blauw kunnen verven. Gewoon op onze weg schapen blauw verven zodat mensen confused raken van waarom de fuck zijn blauwe schapen. Ja, dat zou echt heel mooi zijn. Als op de... ik ga alle video's ga ik nou kijken. Als ik iemand zie die blauwe schapen ziet, ga ik helemaal kapot. dan voeg ik meteen toe aan mijn favorieten. Dan weet je dat ook. Sorry, oh, wacht, kunnen geen paarse dye maken? Oh ja, dat kan. Dan hebben we rode bloemen nodig. Nou, nou dan pak je in je speed gewoon al rode bloemen ergens. Ja, daarom. Dat staat nog prachtiger dan gewoon paars. Dit is, wat staat hier op het bordje? Dit is geen Batcave, ga weg. Dat is wel een goeie. Nou sorry, sand vind ik dat best ook meenemen. Oh, ik viel in het water, ik dacht even dat ik dood zou vallen. Maar ik krijg pas schade als je 3 blokjes valt ofzo. Ja.
Ik wil het niet proberen. Dus. Nee. Oh, wat? Is er iemand dood? Nee, oh. Nee, heeft iemand achievement benchmarking. Benchmarking gekregen. Nice. Nice. Mice. dat is een grap van bij mij op school met... Benchmarking? Wat zei? Het geld benchmarking. Nee, hoef ik niet. Want dan krijg ik al die andere achievements ook niet. Ja. Want dan heb ik nu, als ik zeg achievements... Ik heb alleen maar getting wood en taking inventory. Oh, getting wood. Ja. Nu is echt gewoon wachten tot hij dat is. Ja, of niet. Maar ik durf ook niet met de mine, want ik kwam net een mini zombie en een gewone zombie tegen. We zullen misschien gewoon niet beginnen met tunnel. Maar... Ja, dat lijkt me strak plan. Dat is een beat. Ik wil meehelpen tunnelen, alleen als ik dat doe, dan sla ik jou gegarandeerd dood. Alleen als ik naast jou ga graven... Blijf maar weg, zou ik zeggen. Als ik naast jou ga graven, dan is het heel dubbel op. Wacht. Gewoon een spin. Ik hoor hem ook. Ja, ik hoor hem weer. Ik kijk wel of het die dag is. Voor mij is het dag. Nee, het is nog nacht. Ik ken niet net al langs. Ze zijn ook skeletons en ze horen brennen. Ah, dat is waar. Dus. Dat is waar. Wow, ik kijk even naar mijn webcam en ik heb echt rotverlichting nu. Dit is een stukje beter al, ja. Weet, ik heb dit ook call gegeven, hè? Oh ja, dat heb ik, ja. Kun je een paar toortjes maken? Die zal ik doen. Dat zal ik doen. Ik heb geen... Oh, wacht, laat maar. Dat heb ik niet eens nodig. Gewoon al het kool? Of nee, niet alles, hè? Dat is niet handig. Nee, niet alles. Gewoon een beetje. Ik krijg toch al superveel eruit. Weet, nog 4 minuten voor de pauze in ieder. Nog 4 minuten? Oké, okay, daar houden we wel vol, hoop ik. Ja. Oké, okay, ik kom het nu brengen. Oeh, er zit een bochtje in. Plot twist. Nee, nog 8. Wat? Hier. Oh nee, gooi ik het kool naar jou. Handig. Wat? Ja, ik heb gewoon de kool naar jou gegooid in plaats van de toortjes. Nu heb je de toortjes. Moet je trimmen? Ja, maar maakt niet uit. Oh, ik zal je terug weer een helft geven. Hier, 14. Yes. Oh shit, blijk. Yes. Hey, cool. Nice. GG, tellen. Kunt hij deze call even minen? Maar tellen is moeilijk. Dus 1, 2, 4, 5, 6. Hij kon 11 tellen. Oké, tot 12. Hoe heet die gast van Valve? Wat? Die gast van Valve, hoe heet die? Gabe Newell. Ja, Gabe Newell. Hij doet al beter dan Gabe Newell, die Jim. Die komt uit de 2. Lek. Ja, ik had net ook heel random lek, maar voor mij lag het meer aan mijn Minecraft, niet dat is gewoon dat de game lekt. Wat? Ik ga even Je gaat natuurlijk schuin naar het midden toe, juist. Ik snap hem. Even nieuwe pickaxe maken. Ja. Nieuwe pickaxe maken. Oh, 2 pickaxe. En het is even kijken, weet je, YOLO, even shaders aan, kijk hoe ons huis met shaders eruit ziet. Het is voor mij heel erg dag, hoor. Dag. Ja, ik denk het ook. Wow, deze shaders glitchen, lol. Die ook niet meer.
Ja, het is dag. Ja, ik ga niet naar buiten, ben ik te bang voor. Ja, kom eens even gewoon door de dingen gelopen. Wat, waar ben je? Door een tunnel. Oh, kom eraan. Ik kom eraan. Zo. Oh, het regent. Nice. Is geen gevaar in de buurt? Nee, oké, nice. Ja. Regen uit, please. Waar ben jij? Hier in boven. Oh, daar zie ik. Ik klim naar boven toe. Ik ben op deze heuvel aan het lopen. Als ik flikker, dan ben ik ook weer gelijk de lul. Ja. Gelukkig kan ik wel een beetje parkouren. Waar ben je? Oh, daar. Oh, rode bloemen. Ja, dan maak ik paarse wol. Nice. Oeh. Eten. De paarse dingen? Ja. Kijk, ik heb paarse dye. Daar is een schaap. Dat is te gevaarlijk. Zo rond deze berg. Daar zijn twee schapen. Ja, kom langs hier. Is veiliger. Ja, wou ik net zeggen. Je kan meteen in het water springen. Dat was eng. YOLO! Ik had daar eens een creep. Oh, wat? Hier is een heel diep gat. Oh, nope. Terug. Ja, ik zit werd onder water gezogen. Wat? Waar? Veel te donker onder die oven. Oké, ik heb hier nu een paar schaap. Hey. Maar onder die overhang zit er vol met mops omdat het donker is, dus. Oké. Weg daar. Ik ga wel even een bedje maken. Een bed? Daar heb je toch niks aan. We hebben toch helemaal niks om aan om een bed te hebben. Ik sluit dit weer hier af. Dit wordt veiliger hier binnen. Wat? Als je het afsluit, dan zitten er geen beesten hier. Ja. Kunnen ze niet naar binnen. True. Torches. Wat? Nog 3 minuten. Domje. Lol. Je hebt die cape. Wat? Die cape van jou, waar is die van? Mijn kom. Ah, dat was het, ja. Oh, die cape. De pickaxe. Hoe heb je die cape gekregen? Mijn kop. Ja, maar hoe krijg je dat die op je ding zit? Oh, hacks. Oh. Dat is gewoon als je een Minecon wou krijgen, zo'n cape. En iedereen kan die zien, dat een Minecraft cape is. Nice. Zelfs als je Optifine geïnstalleerd hebt, krijg je mensen die gedoneerd hebben, kan je zien met een Optifine cape. Ja, maar dus zo'n Optifine cape kun je enkel zien als je zelf ook Optifine hebt. Ja, dat weet ik. Deze kan iedereen zien. Nice. Zelf als je geen Optifine hebt. Maar hoe gaat het dan? Moet je dan je Minecraft naam opgeven of zo en dan krijg je zo'n cape? Nee, dan krijg je een bladje met een code op. Ja. En dan moet je dat ingeven bij Minecraft op die site. Ja. En dan krijg je een cape op je karakter. Nice. Ik sluit trouwens telkens achter ons de weg af. Lijkt me wat veiliger. Is het veilig hier? We zijn door die berg heen. Daarboven lopen schapen. Oh, wacht, doe wat dingen zeg. Loop over de bomen heen. Nee. Te veel kans om te vallen. Oké, ja, ik kom alweer terug. Dat is waar. En er is ook niet een volledig pad naar de dingen. Goed, ik zie jouw naampje in de verte. Blijf even. Oh. Rustig, ik kom er langzaam aan. Zie je hem aan? Hoe zeg jij? Ik zie jou niet. Ja, ik zie alleen je naampje, zag ik net. Oh, daar. Hier. Ja, mooi. We zitten in een andere biome. Nice. Ja, nee, niet nice. Nu altijd de verkeerde biome. Daar zijn geen bomen. Ja, maar dan zie je monsters ook op 10 kilometer afstand al. Oh. Mijn inventory zit vol. Nice. We hebben wel mooie bloemetjes. Nog 1 minuutje.
En nog rode bloemen kunnen nog meer die maken. En hier zijn yes. Wapen voor de die en zo. Yes, dit komt mooi. Dit is mooi. Pas op, ik ga deze raken. Ja. Yeah. Even zien. Maar hij had nog 3 hartjes en dan sla ik hem al 1 keer dood. Damn. Oh, paarden. Daar heb je niks aan, want we hebben geen zadel. True. Anders zou het wel heel chill zijn, want die paarden hebben nog een los leven of zo. Toch? Ja. En de episode. We zullen even ingraven en dan episode eindigen. Ja, dat lijkt me een strak plan. Dus, ja. Ik maak mijn eigen hol hier. En dicht, oké, disconnect. Fuck jullie. Dus, bedankt voor het kijken. Kijk de volgende keer weer, want dan gaan we dood. I don't know of we dood gaan. Hopelijk niet, nee. Bedankt voor het kijken, abonneer op. Nee? Nope, die abonneer op is eraf, nee. Niet doen? Nope. Oké, okay, nou, ik zou het wel fijn vinden als je mij abonneert. Weet je, linkje zal waarschijnlijk in de beschrijving staan. Tot de volgende keer. Doei. Yo.